Als ik de muziek van Ton Koopman weer hoor, dan gaat mijn gevoel op de loop met mijn oor. Mijn trommelvlies wordt dan weldadig gestreeld. En omdat het mij geen seconde verveelt, zet ik het telkens weer op. Cantates die voelen zich danig verwend met Koopmans uitzonderlijk grote talent. Ze zijn in zijn handen perfect op hun plek en weten zich bij het publiek zeer in trek. Met Koopman staan zij aan de top. De liefde die uit zijn benadering blijkt, de wijze waarop hij naar Bachs muziek kijkt, het spreekt allemaal van hartstochtelijkheid voor alle muziek uit die prachtige tijd. Zijn vuur brandt maar door en maar door. Soms vraag ik me af, komt hij ook nog wel toe aan andere zaken en wordt hij nooit moe van telkens maar al dat geluid aan zijn hoofd? En is hij niet soms een klein beetje verdoofd door al die muziek aan zijn oor? Maar dan zie ik hem zwaaien en twijfel ik niet. De man is bezeten en iedereen ziet dat noten zijn eten en zijn drinken zijn. Muziek is voor hem niet zomaar voor de gein. Het is een kwestie van leven of dood. Muziek is zijn dagelijks brood. Daarom is zijn roem ook zo groot. Want zijn hart ligt in iedere noot.